Goedendag, lezers van Meemelijk Actueel. Welkom bij alweer de 13e aflevering van de verbouwing van het Bakkerijmuseum. Ik sta nu boven. Er is best veel gebeurd weer deze week. Ik zal u meenemen. Ik kan nu zo naar buiten stappen. De dak moet er nog op. Hier is nog niets. Maar kijk. Hier is de constructie eigenlijk klaar. Platen erop en dan zit er weer een dak op. Het is mooi om te zien hoe je nu alle structuren goed kan zien. Je kan goed zien hoe het uiteindelijk wordt. Alles is al met balken betimmerd. En ja, er komen er nog veel meer in, want er ligt nog een behoorlijk aantal liggen er klaar. De pannen liggen ook alweer klaar. We kunnen er dan weer op. En hier komt dus een grote algemene zaal. Hier komt eigenlijk een wand met een groot scherm. Filmzaal. Je ziet nu echt hoe groot het wordt. Mooi om te zien. Dat kunnen we hier ook. Lezingen houden, grotere groepen ontvangen. Beneden is ook de een of andere dus een trapgat gemaakt. Die zal op de nieuwe trap komen. Vlak naast de plek waar de nieuwe lift komt. En ja, de doorgang is afgetimmerd. De wanden zijn inmiddels van hout voorzien. En helemaal afgetimmerd worden. Lange wand. Komt ook een lange bank voor de conditoraar. Doorgang naar de winkel. De keuken. Het punt van de kerktoren. Maar volgende week zal het niet meer zo zijn. En ook bij de voorgevel is het mooi te zien in die combinaties van oud en nieuw. De oude gevel staat hier achter en daarvoor al het nieuwe constructiewerk al. Dan kan je binnenkort ook een bakje koffie doen. Ik heb er nou wel zin in. Nou, dit was het voor deze week. Graag tot volgende week. Vergeet niet ook de vlog van Esther de Boer te kijken. En je kunt dus nog steeds helpen bij de verbouwing. Door middel van een donatie. Of een obligatie. Graag tot volgende week.